Goedenavond, van harte welkom. Ik ben benieuwd of ik goed te verstaan ben. Misschien kan je in de chat even laten weten of je me goed kan horen. Dan weet ik dat alles doet. En dan kunnen we zo meteen van start gaan. Hans zegt ja, prima. Mooi, hartstikke goed. Marten zegt ja, prima geluid. Ernst zegt goed hoorbaar. Kijk, dat zijn de berichten die we graag horen. Dan weten we dan in ieder geval dat dat in ieder geval werkt. En dan kunnen we zo meteen start van beginnen om 8 uur. Dus nog eventjes 2 minuten geduld. Ik ga nog eventjes op zoek of ik ook Moshin kan vinden. Dan kunnen we die in ieder geval ook erbij vragen. Dat zo gaat lukken. Ik zie hem hier nog niet. Maar ik zoek gewoon eventjes rustig verder. Die komt ongetwijfeld zo wel. Leon zegt helder, mooi huis. Ja, dankjewel. Ja, we mogen niet klagen hier. We zitten hier lekker in de bergen. In de tuin. En het huis, ja, zie je een beetje op de achtergrond. Dus een stukje van het huis. Dus en ik zit lekker buiten. Gisteren was het koud en nat. Vrijdag was het 70 graden. Dus het is behoorlijk. Het wisselt nogal qua klimaat hier. Maar de komende week belooft nu wel weer een hele mooie week te worden. Dus we zitten gewoon lekker buiten. Zo, hier ook eventjes aanmelden. Zo. Even kijken of we Washington al zien. Nog niet volgens mij. Die komt zo meteen als het goed is er wel bij. Deze dempen, anders dan hoor ik mezelf dubbel. Dat is ook weer niet de bedoeling. Even kijken. Of Washington er ook bij komt. Zo hebben we die hier. Oh, wacht even. Hij is ingelogd als Harm van Wijk, denk ik. En dan kan ik hem wel proberen te zoeken. Kijk of het zo lukt. Ja, volgens mij gaat het nu gewoon goed komen. Moshin? Yes, kun je me horen, Harm? Ja, ik was op zoek naar Moshin, maar ik heb ineens... Ja, ik zit blijkbaar nog ingelogd met de andere kant. Maar ik krijg, you cannot start your video because the host has stopped it. Nou, dat kan ik dan wel eventjes even aanpassen, denk ik. Want dan ga ik jou eventjes inloggen. Ik maak even co-host. En nu zou het wel moeten lukken. Jee. Ja, als je nou je naam verandert, want anders hebben we drie. Ja, Harm, inderdaad, ja. Dat is wel heel erg verwarrend, denk ik. Van. Wil er echt een harde week opstaan? Verwarring al om... Ja, precies, precies. Even kijken, rename. Hoe heet ik ook alweer? Oh ja. Ja, doe eens wat moois. Change, kijk. Kijk, mooi. Kijk, in één keer goed. In één keer goed gespeeld. Ja. Ik heb al een paar keer geoefend. Ja, heel goed, heel goed. Zo, nou, dan ga ik gelijk ons eventjes op Facebook, de Facebook stream zetten. En dan kunnen we wat mij betreft gewoon gaan starten. Aanmelden. Zijn we niet goed? Dan proberen we het eventjes met deze. Kijken of deze het doet. Even. Kun je het even vol praten en ik ga eventjes worstelen met Facebook, want die werkt even niet. Ja, is goed. Nou, en kijk, ik zie een aantal goedenavond, heren. Goedenavond. We zullen het vandaag gaan hebben weer over hoge dividend aandelen. Ik zou zeggen, als je al wat vragen hebt voorbereid wellicht of wellicht ergens mee zit, stel die alvast, dan kunnen we daarmee beginnen. Ja. Het idee achter hoog dividend aandelen. Wie durft daar iets over te roepen? Zullen we het interactief maken?
Ja, lijkt mij Beeld helemaal goed. en geluid goed, zegt Michael de Hond. Kijk, dat is goed om te Welkom, horen. Michael. Dankjewel, die weet waar we naar op zoek zijn. Precies. Als ik jullie de vraag stel, waar past hoog dividend beleggen goed bij, of welke manier van beleggen zie je dat? Wat zou je daarop dan antwoorden? Nou, voorlopig is iedereen hard aan het nadenken, denk ik. Joop is er ook bij gekomen. Hallo, zegt Joop. Hallo, Joop. Nou, niemand die wil antwoorden, Harm. Wat is dat toch? Neemt het allemaal, We hebben ja, toch nog een goed heel naam huis allemaal. vol en nog. Ja, precies. Ah, Ze kijk, zijn nu ook komt het, nu komt het. zijn verlegen, denk ik. Ja, nee, het komt nu los. Even kijken, geluid en beeld goed. Ik vroeg een rustige, stabiele vorm van passieve inkomensgroei. Dat is een goed antwoord. Dat is ook inderdaad een van de grote voordelen. Grotere risico's, zegt Martin. Nou, dat ben ik even benieuwd wat je daarmee bedoelt. Want ik denk niet dat daar per definitie een groter risico is. Kijk, beleggen heeft natuurlijk altijd een risico wat het met zich meebrengt. Je investeert altijd in een bedrijf. En ja, er kan altijd iets met een bedrijf gebeuren natuurlijk. De beste manier om dat tegen te gaan, dat je daar echt last van krijgt, is zorgen voor een brede spreiding. En door die brede spreiding zorg je dat je maar een klein gedeelte blootstelt aan een potentieel risico. Want ja, dat alle bedrijven in gevaar komen, dat zit er niet in. Als dat aan de hand is, hebben we denk ik heel andere problemen in de wereld. Piet die zegt, is er voldoende keuze voor aandelen met een maandelijks uitkering? Jazeker, Piet. Waar wij nou op zoek zijn, zijn de hoogdividendaandelen, met name in Amerika. Daar worden dit soort fondsen heel erg gestimuleerd, omdat het ook voor een groot gedeelte gebruikt wordt voor pensioensopbouw. En dat is daar maar wat minder goed geregeld dan wij in Nederland geregeld hebben. Alhoewel ik daar ook mijn twijfels bij begin te krijgen inmiddels. Maar vooralsnog claimen we dat we een goed pensioenstelsel hebben. Is dat dus niet zo heel nodig misschien. Maar ja, in Amerika is dat wat minder goed geregeld. Is men wat meer verantwoordelijk om het zelf te regelen. En ja, daardoor zijn er dus echt heel, heel veel duizenden bedrijven. Dus keuze genoeg. Maar je moet wel de goede eruit zien te kiezen. En dat is een exercitie die ik samen met Harm elke week doe. We proberen minimaal één aandeel per week nu erbij te zoeken. En dat is al. Ja, dat is best wel een uitdaging. Maar ja, hebben wij ook wat te doen overdag, Harm? Het lukt nog steeds, hè? Dus ik heb net ook weer eentje gevonden. Heb ik eventjes gedeeld met je. Ja, Dus ik zag het die inderdaad. Ja, het is weer huiswerk voor kan mij je morgen. analyseren. Ja. 14% dividendrendement. Dus Ja, nou, ja, netjes. op zich Ja, volgens mij wel aardig. Dus. ik had wel een paar mooie gevonden, maar we hebben in Nederland het al geheel. Overziend financieel orgaan, AFM genaamd. Ja. Die stellen als eis dat er een Nederlandstalig document, het KID, Key Information Document, beschikbaar moet zijn, anders mag het niet verhandeld worden. Dus ik heb wel wat mooie fondsen gevonden, maar helaas, daar zit geen Nederlandstalige KID bij. Dus ja, dan mag je daar niet in handelen in Nederland. Dat is wel erg jammer, maar mooie hoge dividenden. Maar goed. Helaas, dus dat is een uitdaging. Voor de lange Ja. termijn, zegt Ernst de Boer. Nou, ook dat klopt helemaal. Nou, dat mag je nooit zeggen bij beleggen, maar eigenlijk komt het erop neer dat je het aanschaft en eigenlijk het liefst er geen afscheid meer van neemt. Want hoe langer je het in je bezit hebt, hoe langer je daar dividend over gaat ontvangen. Elke maand, kwartaal, soms per jaar, wordt er netjes dividend uitgekeerd. En over het algemeen zijn de bedrijven ook in staat om het dividend ook gewoon elk jaar te verhogen. Dan moet je je geen astronomische verhogingen voorstellen, maar het is, ja, procentueel gezien, proberen ze toch altijd om steeds meer uit te keren. En dat houdt het ook Ja. aantrekkelijk om te investeren in die bewuste fondsen. Nou, om een mooi voorbeeld te geven, hè? Warren Buffett heeft natuurlijk gewoon jaren geleden aan de Coca-Cola gekocht. En wat je eigenlijk ziet, is dat er nu op basis van die investering 50% van de koers nu als dividend ontvangen.
Dus dat is in ieder geval een hele mooie. Dat heeft natuurlijk enigszins te maken met het feit dat steeds meer mensen natuurlijk gewoon suikerdrankjes willen kopen. Hè. Coca-Cola heeft wat dat betreft natuurlijk toch wel een heel mooi marketingmodel. Hè. Het enige wat ze doen is suiker toevoegen aan water. En daar in ieder geval nog een paar kruiden volgens mij aan toevoegen. Zit hier ook in de buurt hier. Hier zitten heel veel suikerrieplantages in de buurt. En hier zit dus ook een fabriek van Coca-Cola. Dus het belangrijkste Toevallig, ingrediënt. hè? Ja, het is heel toevallig. Het belangrijkste ingrediënt hebben ze om de hoek. Ja, dus wat dat betreft goedkoop inkopen. Water is goedkoop. Suiker is goedkoop. En als je dat dan verkoopt voor, nou ja, hier gaat het dan met 3 liter flessen tegelijk. Dus dat gaat mensen ontbijten hier met Coca-Cola en Bimbo's. Dat is gelijk ook de verklaring waarom de gemiddelde levensverwachting hier lager is dan in Nederland. Het is niet het beste ontbijt, Coca-Cola met zoete broodjes. Maar dat doen ze in ieder geval hier. Ja, verkopen op die manier natuurlijk gewoon een hoop flessen Coca-Cola. Je ziet hier regelmatig van die enorme trucks voorbij rijden, die helemaal vol zitten met suikerwater. Nou ja, Coca-Cola is wat dat betreft een mooi voorbeeld die consistent en consequent dividend uitkeert. Het is niet het hoogste dividendrendement, dus daarom zit hij ook niet bij ons bij de hoogdividendaandelen. Wij focussen vooral gewoon op de hoogdividendaandelen, onder andere dus de REITs, dus Real Estate Investment Trusts. Vooral ook omdat daar dus een fiscaal voordeel aan zit op het moment dat dit bedrijf dus het grootste deel van de winst uitkeert in de vorm van dividend. Dan zijn ze vrijgesteld van belasting, omdat de Amerikaanse overheid er dan van uitgaat dat dan de investeerder, dat die op dat moment dan de belasting betaalt over het dividend. Dan hebben wij als voordeel dat wij in Nederland, of wij in Nederland, dat jullie in Nederland, ik zit nu niet meer in Nederland natuurlijk, zeg maar een dividend niet belast is, maar dat ja, bijna een hond overreden, maar dat gaat goed. Carla sprong op tijd weg. Belasting is hier in ieder geval dus belastingvrije dividend. Wij betalen natuurlijk gewoon over ons vermogen te hebben opgebouwd. Maar dat is in ieder geval voor Nederlandse beleggers in ieder geval heel interessant iets, omdat je namelijk geen belasting hoeft te betalen over het dividend. Op die manier dus eigenlijk dan een heel hoog dividendrendement kunt behalen, zonder daar belasting over te betalen. Het enige wat je natuurlijk wel betaalt is die vermogensrendementheffing. Dus dat is dan in ieder geval. Maar dat is voor een Nederlands belegger super interessant. En Harry zegt: ik drink never Coca-Cola. Hey, wat jammer, dat zal Warren Buffett jammer vinden, want die investeert het liefste in bedrijven waar mensen snel dood aan gaan. Coca-Cola, McDonald's, dat soort zaken. Maar ja, dan heeft hij jou in ieder geval helaas niet bij de veter, Harry. Maar ja, het zijn toch in ieder geval hele volksstammen die in ieder geval met heel veel plezier Coca-Cola drinken. En Lieven is ook bij. Hey Lieven, ook van harte welkom. Leuk dat je er ook bij bent. En Harry zegt haha. Dus nee, ik denk ook dat het beste wat je gewoon kunt doen, inderdaad, gewoon water drinken. Dat is in ieder geval een hele belangrijke. En Johannes stelt een mooie vraag: zijn hoogdividendaandelen juist niet de meest risicovolle aandelen? Nou, goede vraag. Dat zijn het eigenlijk niet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat bedrijven die een hoog dividend uitkeren, over het algemeen ook een reputatie hoog te houden hebben. En op het moment dat zij dan hun dividend moeten verlagen of moeten passeren, dan vallen ze gelijk uit allerlei lijstjes en willen mensen daar niet meer in beleggen. Dus dit bedrijf is natuurlijk heel erg gefocust op een stabiele inkomstenstroom. En daardoor misschien ook wel saai. Het zijn heel vaak real estate investment trusts. Het zijn babybonds. Het zijn over het algemeen ja, bedrijven die in een redelijk saaie business zitten. De verhuur van vastgoed bijvoorbeeld. Daar wil ik eentje bij die belegt bijvoorbeeld in ziekenhuizen en verhuurt dus de gebouwen aan ziekenhuizen. We hebben er een paar gespecialiseerde vastgoedbedrijven bij zitten. Die bijvoorbeeld investeren in het vastgoed voor bedrijven die zich bezighouden met medicinale wiet. En wiet is bij heel veel banken natuurlijk nog steeds gewoon iets wat wel spannend is. Dus die bedrijven krijgen dan moeilijk een hypotheek losgepeuterd bij de bank. En deze REIT is dan gespecialiseerd
om het vastgoed te financieren, vaak met sale- en leaseback constructies. Dus zij kunnen hun vastgoed verkopen aan, aan de REIT en huren dan zeg maar het pand weer terug, waardoor ze dus cash beschikbaar hebben om weer te investeren in hun business, waardoor ze weer kunnen groeien. Dus zijn zeker niet de meest risicovolle aandelen. Het zijn vaak de wat saaiere, stabielere bedrijven die vooral gefocust zijn op een stabiele cashflow. Dus dat is. Er zitten natuurlijk wel een paar wat risicovollere bedrijven ook bij. Dus daar, wat wij proberen te doen, is ook een mix te maken tussen aandelen met een hoge dividend en een wat minder hoog dividend. Net zodat dat je op die manier kunt kiezen welke investeringen passen het beste bij jou. Dus, hey, smaak je trouwens, Mosje, wat ben je van lekker aan het eten? Dat is mijn toetje. Vaste maand is begonnen, hè? Dus de tijd om geest en lichaam te reinigen. Ja. Ja, dan eet je wat later op de avond. Dus. Ja. En dan gooi je daarna weer een toetje erin om het te reinigen. Nou ja, je moet toch de inwendige mens verzorgen. Dus. Nee, heel goed. Even kijken. Harry zegt, wat doe je als de inflatie naar de sterren stijgt? Ja, kijk, wat we vaak zien als de inflatie oploopt. De meeste mensen zeggen dan dat de prijzen stijgen, maar dat is eigenlijk niet het geval. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat de waarde van het geld daalt. En dat betekent zowel in de koersen als in de winsten. Dus de koers-winstverhouding zal op dat moment op hetzelfde niveau blijven. De dividenden ook. Alleen uitgedrukt in funny money, zoals de dollar en de euro's over het algemeen wel genoemd kunnen worden. Het is geen geld, hè? Voor alle duidelijkheid. Iets wat je ongelimiteerd kunt bijdrukken is geen geld, is een currency, is een valuta, is eigenlijk gewoon een munteenheid, net als de Zimbabweanse dollar, de bitcoin. De bitcoin kan overigens niet ongelimiteerd worden bijgedrukt, dat betekent tot de Zimbabweanse dollar wel, en dat doen ze dan ook. Net als de euro en de dollar, waardoor het geld steeds minder waard wordt. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook in Zimbabwe. Daar gaan de aandelenkoersen over het algemeen harder omhoog dan de inflatie. Omdat de mensen die geld hebben, die stoppen hun geld het liefst dan gewoon in de bedrijven. Omdat namelijk zowel de kosten als de opbrengsten, beide natuurlijk worden uitgedrukt in funny money. En op dat moment wordt de waarde van het bedrijf, als dat gelijk blijft, dan zullen de koersen van die bedrijven gaan stijgen. Dus oplopende inflatie is over het algemeen voor ons niet echt een probleem, Harry. Omdat zowel de kosten als de opbrengsten, de bezittingen als de schulden, alles wordt natuurlijk uitgedrukt in dezelfde valuta, in hetzelfde funny money. Dus dat gaat op dat moment dan gewoon lekker mee omhoog. Piet zegt, staan de bedrijven met een maandelijkse uitbetaling op mijn punt beleggen doen? Ja, staan er volgens mij staat er nu eentje bij, zeg ik even uit mijn hoofd, Moshin. Eentje bij in de zin van? Die maandelijks uitkeert. In onze maandelijks. Maandelijks is een REIT AGNC. Ja. En we hebben er zelfs drie, Harm. Oké. We hebben nog een REIT en dat is EPR Properties. Mm-hmm. En de derde REIT die dus maandelijks, het is een BDC trouwens, een Business Development. Prospect Capital Corporation, die keert ook maandelijks uit. Ja, daarom. Maar dat is eigenlijk wat leuk met die hoog dividend aandelen, want je bent eigenlijk niet gefocust op de koersstijging, op koerswinst. Je bent eigenlijk alleen gefocust op inkomen. En op die manier proberen we eigenlijk van iedereen dopamine junkies te maken. Ja, want iedere keer als je dus dividend binnenkrijgt, denk je, hey, dat is leuk. En op die manier krijg je elke keer weer een mooie shot dopamine, hè, het feel-good hormoon. En als je dus heel veel maandelijks uitkerende dividend aandelen er ook bij hebt, dan heb je hebt een brede spreiding. Dan zie je op een gegeven moment dat je vrijwel dagelijks, in ieder geval wekelijks, er een dividenduitkering plaatsvindt. En elke keer als je dus je dividendportefeuille gaat bekijken, dan krijg je gelijk weer een vrolijk gevoel. Want ja, je hebt weer geld verdiend. En dat is tegenstand op bijvoorbeeld koersstijging, want ja, dan ben je ook afhankelijk van wat de markt ervan vindt. En of die vindt dat jij eigenlijk ook beter
Of tenminste, dat jij op een beter moment bent ingestapt dan zij. Dus dat zij bereid zijn om nog meer te betalen dan wat jij daarvoor betaalt. En daar gaat de koers namelijk omhoog. En bij dividendaandelen, ja, is het eigenlijk alleen gewoon een kwestie: is het bedrijf in staat om het dividend uit te kunnen blijven keren? En nou, wij proberen met onze analyses daar in ieder geval ervoor te zorgen dat we aandelen selecteren die een gezond businessmodel hebben, die een stabiele financiële basis hebben. Overigens. Niet allemaal, hè. Dus sommige, we hebben er ook een paar bij zitten die aan de randen van de afgrond groeien, de mooiste bloemetjes, dus die misschien iets spannender zijn, iets meer risico hebben, dus ook een iets hoger dividendrendement opleveren. Maar wij proberen daar in ieder geval ook een gezonde mix in aan te brengen tussen wat spannendere fondsen en wat minder spannende fondsen. Dan kun jij dus uitkiezen ja, of je wat meer spannende fondsen of wat minder spannende fondsen in ieder geval wil hebben. Dus... Huip zegt, ik ben er ook weer bij. Harm, de oude Huip. Bert Kraaiveld uit Barendrecht, de Netherlands. Van harte welkom. Ook leuk dat je er ook weer bij bent, Huip. Hopelijk in ieder geval weer een hoop waardevolle inzichten die we kunnen delen. En Paul is er ook weer bij. Paul uit Nijmegen. Wat is er te zeggen van de verwachting met de koers van de dollar? De koers is in de loop van de jaren behoorlijk gedeprecieerd. Ja, het hangt er een beetje vanaf. Het is een wedstrijdje. Wie kan het beste het geld laten ontwaarden? Hè? En de ene keer dan wint de ECB, de andere keer wint de Fed. Maar het zijn natuurlijk gewoon beide instellingen die proberen zoveel mogelijk geld bij te drukken. En mensen me afvragen van hoe kan het toch dat die prijzen iedere keer stijgen? Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met dat de gulden, of de gulden al is ingeruild voor de euro. De euro en de dollar ongelimiteerd worden bijgezet. De gulden overigens destijds ook, alleen dat was nog, ja, dat was er, bleef nog een beetje binnen de perken. Maar met de euro zijn alle remmen los natuurlijk. Dus ja, wat is het te zeggen, Paul? Ja, ik weet niet wie de wedstrijd gaat winnen. Of dat de Japanse bank is met de yen. Of dat de Europese Centrale Bank is met de euro. Of dat de Federal Reserve Bank. Overigens is de Federal Reserve Bank niet federaal. En ze hebben geen reserves en het is geen bank. Dus als je denkt van, hey, het is wat, het lijkt alsof ze een dwaalspoor proberen aan te leggen bij de Federal Reserve. Nou, dan lijkt dat ook wel volgens mij wel te kloppen. Want ja, het is niet federaal, ze hebben geen reserves en het is geen bank. En toch heet ze de Federal Reserve Bank. Martin zegt fiat. Ja, dat is in ieder geval fiat. Fiat is eigenlijk waarmee je fiat, hè, waarmee je toestemming geeft om eigenlijk meer geld bij te drukken dan er uiteindelijk gewoon is. Jeroen zegt, kun je die drie REITs nog eens noemen, anders moet ik morgen weer kijken. Ja, Jeroen, dat kan is dat toch nog geen iets straf? doen voor de kost? Ja, precies. Maar misschien kan Mosje in de drie REITs, die maandelijks uitkeren, er eventjes erbij pakken. Ga ik ondertussen even terug de vraag van Erik beantwoorden. Heb ik goed begrepen dat we alleen HD-aandelen in de USA opzoeken? Of is er een Europese situatie mogelijk? En hoe verhoudt zich dit tot Fred Hendricks? Nou, een hoop vragen in één keer. De eerste is, het zijn vooral inderdaad gewoon aandelen in de Verenigde Staten. En dat heeft te maken dat normaal gesproken in Amerika dit soort aandelen belast worden met... met de belasting, dat in ieder geval de aandelen de belasting over moet betalen. En dat wij in Nederland... Of wij, dat jullie in Nederland daar geen belasting over hoeven te betalen. En daardoor zijn ze voor ons zeker interessant. Hoe verhoudt het zich tot Fred Hendricks? Ja, Fred Hendricks doet ook hetzelfde. Wij doen het ietsje anders, maar wij werken in die zin wel intensief samen. Ja, we werken al jaren samen met Fred. En Fred heeft zich daar ook op toegelegd. En Mosje en ik zijn daar ook door het dividendvirus gegrepen. En nu in ieder geval ook, komt ook het. Omdat Moshin ook een dagje ouder wordt. En ik Ik wou net overigens ook. Hè. zeggen, ik heb het altijd van me afgeduwd, maar ook nu moet ik, ook ik moet nu aan mijn pensioen gaan denken. Ja. Dus Ja. Ja, dan, kijk, en dan wordt het inkomen natuurlijk gewoon belangrijker dan het vermogensgroei. Hè. Dus op een gegeven moment, als je een leuk vermogen bij elkaar hebt geharkt. Dat wordt op een gegeven moment ook gewoon interessant om dan een inkomstenstroom te genereren. Zodat je niet, hè, zoals sommige mensen hier in Mexico, de boodschappen moet gaan inpakken. Om op die manier een paar pesos te verdienen. Hè, of in Nederland Uber-chauffeur moet worden. Dat je op je 70ste met nacht en ontij op de weg moet zitten. Om op die manier een inkomen te verzamelen. Of misschien een krantenwijk.
nog moet doen, dan ben je in ieder geval wel lekker buiten. Maar ja, wij proberen op die manier nu ons vermogen zo in te richten dat we daar gewoon ook een mooie, stabiele inkomstenstroom uit halen. Zodat we op een gegeven moment ja, zoveel vaste inkomsten hebben uit het dividend. Dat we, ja, dat we daar in ieder geval ons geen zorgen meer over hoeven te maken, natuurlijk. Dus dat is in ieder geval de insteek. Heb jij ze inmiddels op gevonden, al, Moshin? Ja, ik heb ze hier voor Ja? mijn Oh, neus. kijk, Ja. kijk. Doe maar in. De eerste rijt die dus per maand uitkeert is Anton Gerard Nico Cornelis, AGNC Investment Group, a corporation, sorry. Het is geen groep, het is een corporation. De tweede die we hebben, dat is op de New York Stock Exchange, Eduard Pieter Richard, EPR Properties. En de derde die we in het portfolio hebben is Prospect Capital Corporation, verhandelbaar op de Nasdaq. Ja, op die manier probeer je natuurlijk een mooie gebalanceerde portefeuille te bouwen met gewoon een continue inkomstenstroom. Want als je bijvoorbeeld 50 fondsen hebt en een deel keert per kwartaal uit, het merendeel doet dat per kwartaal, een ander deel doet dat per maand, dan zul je gewoon zien dat je eigenlijk gewoon elke week wel een dividenduitkering mag verwachten. En dat geeft op die manier eigenlijk gewoon een mooie inkomstenstroom. We zijn overigens ook bezig, hè, met een partij. Daar hebben we vorige week een mooie afspraak mee gehad. Die al die data verzamelt, een hele mooie database heeft opgebouwd. Waardoor je niet alleen historisch kunt kijken hoeveel dividendinkomsten je hebt. Maar ook op basis van de huidige aandelen hoeveel inkomen je per maand gemiddeld mag verwachten. Waardoor je op die manier ook kunt. Ja, daar ook op kunt focussen. En als Stiekem mensen ook daar meer een. van willen weten, zou ik zeggen, kijk de volgende keer mee, Harm. Dan hebben we een verrassing. Ja, over 2 weken is dat, als ik me niet vergis. Hè. Het Ja, volgens mij de klopt. 25e. 25e. Ja, dus precies over 14 dagen. Dan hebben we in ieder Precies. geval een hele mooie verrassing. En dan kunnen we daar meer over delen. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Hou in ieder geval je e-mail in de gaten voor de volgende uitnodiging. Kees zegt, kun je het ook zo instellen via de broker Maxum, als je een setje dividendaandelen hebt, dat er als dividend uitkeert, dat je dan meteen weer herinvesteert in dat aandeel automatisch dan. Een deel kan het wel, dat kan met DRIPS, hè. Dus dat zijn Dividend Reinvestment Programs. Ik ben zelf persoonlijk meer een voorstander van het spreiden over verschillende aandelen. Dus stel je hebt, laten we zeggen, 50 aandelen waar je 1000 euro in investeert. Dan heb je dus 50.000 euro geïnvesteerd. Stel dat je daar gemiddeld 10% dividend rendement uithaalt. Dan heb je dus 5000 euro dividend per jaar. Nou, op het moment dat je dat nog niet nodig hebt, zoals Moshin, hè, want Moshin, ja, dat komt met bakken, komt het gewoon binnen. Dus die weet van Kruiwagens gekkigheid vol. niet meer. Ja, hè? Dus die. En zeker als hij dan ook nog de vaste maand, dan hoeft hij ook nog niet eens geld uit te geven aan eten. Hè? Dus alleen nog in de avonturen nog een paar toetjes. Maar Nou, dan. zelfs dat kan gratis. Is dat zo? Ja, maar dan moet ik me wel melden bij de moskee, dan is het gratis. Oké. Okay. Maar dan kun je op die manier ook voor kiezen om die 5000 euro die je dan aan dividendinkomsten per jaar binnenkrijgt, ook te investeren in weer 5 nieuwe aandelen van 1000 euro per positie. Waardoor je op die manier een bredere spreiding krijgt. Nou, hoe breder de spreiding, hoe lager je risico. Want als je dus weer gaat herinvesteren, door middel van een DRIP bijvoorbeeld, hè, dus een Dividend Reinvestment Program, dan zit je weer allemaal in hetzelfde mandje. En ja, ik heb altijd geleerd dat je niet al je eieren in hetzelfde mandje moet gooien. Dus zorg voor een stukje spreiding, dan verlaagt het risico. Hè. Stel dat je bijvoorbeeld 10 aandelen hebt die allemaal 10% dividend uitkeren, dan betekent dat je op die manier gemiddeld 10% dividend rendement dat het opbrengt. Alleen je risico door te investeren in 10 verschillende aandelen zal lager worden. En stel dat er eentje het even wat minder doet, ja, dan is er een kans dat er wel weer een ander is die het een beetje opvangt en dat de andere een beetje door blijven hobbelen. Dus hoe breder de spreiding, hoe lager je risico, hoe lager je risico, hoe hoger je rendement. Want als je elk jaar
10% rendement houdt. En dan zul je dus zien dat je een hogere groei hebt dan dat je bijvoorbeeld het ene jaar 9%, de andere keer 11%, volgend jaar misschien 0, de andere keer weer 20%. Dus hoe stabieler je rendement is, hoe hoger ook jouw je vermogen kan gaan groeien. Ik zeg, volgens mij is dat in Nederland nog niet mogelijk. Brokers lijken hierop nog niet ingesteld zijn. Ik weet even, Frank, niet waar je precies aan refereert, want het was 8 uur 21. Dat is 7 minuten geleden. En mijn geheugen is niet zo dat ik precies nog weet wat we het 7 minuten geleden nog over hadden. Maar volgens mij heeft misschien te maken met die drips. Misschien moest je met het automatisch laten herinvesteren van dividenden. Want daar hebben we het net over gehad, maar... Misschien, ik denk dat dat in ieder geval het was. En anders laat het eventjes weten, Frank. Maar volgens mij inderdaad gewoon de Nederlandse brokers dan niet zo op ingesteld zijn. Wij werken vooral met Maxim. En Maxim is natuurlijk een introducing broker van Interactive Brokers. Interactive Brokers is weer een Amerikaanse broker. Dus die hebben dit soort programma's, als ze bestaan, wel. Maar nogmaals... Ik kies er eerder voor om mijn geld zelf te herinvesteren. Het liefst in nieuwe fondsen, dat ik op die manier ook een stuk spreiding krijg in mijn instapniveau. En ook spreiding krijg over zoveel mogelijk verschillende aandelen. Danu zegt AGNC, EPR, Rijt en Prospect Capital, BDC. Ja. Ja, ik had mezelf even op mute gezet, sorry. Frank heeft het over compounding gehad. Daar refereert hij naar. Ja, precies. Maar ik denk dat de compounding, dus dat herinvesteren van de dividenden, maar dat is het compounding effect, precies. Waarvan Albert Einstein dus zegt dat is het achtste wereldwonder. Als jij elk jaar 10% gemiddeld rendement behaalt, dan zul je zien dat in 7 jaar tijd, dus 7 keer 10%, dat je dan al je geld verdubbelt. En dat heeft te maken dat je rendement ook weer mee gaat renderen, waardoor het op een gegeven moment een logaritmische stijging gaat worden. Dus als je begint met een ton, dan wordt het na een verdubbeling wordt het 2 ton, daarna wordt het 4 ton, 8 ton, 1,6, 3,2, 6,4. En zo blijft het op die manier gewoon doorgroeien. Dus het gaat steeds harder. Dus de Noes heeft even die... of tenminste de namen genoemd en Alain ook. Frank zegt, correctie, brokers zijn hierop nog niet ingesteld. Nee, de meeste niet. Maar nogmaals, mijn voorkeur gaat er ook uit om het zelf te doen. Maar ook wel doen voor de kosten, het is ook niet heel veel. Ja, stel dat je inderdaad gewoon, als je 100.000 euro hebt met 10% rendement, of stel dat je 120.000 euro hebt met 10% rendement, dan heb je 12.000 euro, moet je elke maand even één nieuw fonds eraan toevoegen. Nou, dat is op zich wel volgens mij gewoon wel te doen. Paul zegt, wat is de gemiddelde dividend yield en de annual expected return van de HD-portefeuille op dit moment? Nou, gemiddeld zitten we zo rond de 10%. Moest je maar misschien, ik weet niet of jij je scherm kan delen, dat jij even, ik kan het ook eventjes doen, maar ik weet niet of jij het zo... Ik heb het klaarstaan, dus ik kan het wel even delen. Ja? Ja. We kunnen eventjes kijken naar de verschillende dividendrendementen. We hebben twee kolommen. Eentje is zeg maar het dividendrendement zoals we het hebben ingenomen. Het is van een kleine letterdiepe, dus... Ik ga het even ietsje opblazen, een momentje. Ja, of je dan anders een gesponsorde Hans anders bij kan zetten. Maar kijk, dit wordt er weer... dus we zien hier zo het beter? Actuele dividend. Ja, misschien nog ietsje. Ietsje dus, nog? Nog eentje, ja. Eén tikje. Misschien moet je toch even langs Hans anders houden. Ja, nee, maar ik denk ook mee. Kijk, maar dit is een mooie. Dit is een mooie. Okay. Ik denk ook eventjes mee voor de andere mensen die net als ik misschien ook een dagje ouder worden. Dus we zien in ieder geval een actueel dividendrendement. Dus dat is op het moment dat je nu instapt. En we zien ook in ieder geval een dividendrendement staan. En dat gold op het moment dat wij het hebben ingenomen. Ja, nou, we zien er bijvoorbeeld bij ook cool. die. We zien bijvoorbeeld bij die New Lake Capital Partners, daar zien we een dividendrendement van 12,77, dat was toen we het hebben ingenomen. Inmiddels is het koers iets opgelopen, hè? Dat zien we ook uit het actuele koersrendement. Ja, dus de koers is zo'n 22,84% opgelopen. Daardoor is het actuele dividendrendement ietsje teruggelopen, nu naar 10,39. Maar je ziet hè, 10, 7, 14, 14, 11, 16, 11, 13, 11, 9, 7, 10. Ja, dus gemiddeld genomen zitten we zo rond de 10% op jaarbasis per fonds.
Dus dat, nou ja, dat is net iets meer dan een spaarrekening. Dus volgens Ja. mij niet onaantrekkelijk, lijkt mij zo. Ook als je vragen hebt op Facebook, zie dat er steeds meer mensen ook inloggen op de Facebookgroep. Stel gewoon je vragen via de chat op de Facebookgroep. Dan kunnen we daar ook gelijk op ingaan. Want ja, we zijn er nou toch, Mosje, hè? Dus Ja, waarom ja, ook niet? ja. Even kijken, Jeroen zegt ook Danoes en Alain. Thanks, Mosje, dankjewel. Mooi. Jan Pieters zegt, waarom niet Main Street Capital en Agree Realty Corp? Nou, Mosje, kun je dat even uitleggen? Waarom je niet die Ja, hebt gekozen? misschien moeten we die dan gewoon even onder de loep nemen. Ja, dat kunnen we even meenemen. Zoals nog een keer, hoe heet dat? Main Street. Main Street Capital. Main Street Capital. Kijk, Mosje die schrijft gelijk mee. En Ja. Agree Reality Corp. Dus dat Corporation. zijn Nou, die gaan we wellicht uitzoeken. fondsen. Ja, die leggen we gelijk eventjes op de pijnbank. Die gaan we gelijk eventjes bekijken om te kijken of die ja, interessant genoeg zijn om op te nemen. Hè. We zien dat we nu inmiddels in ieder geval ja, een kleine 20 fondsen inmiddels in portefeuille hebben. Ons streven is in ieder geval op redelijk korte termijn richting de 50 gaan. Zodat je op die manier. Maar in ieder geval, in eerste instantie 20, hè, dan heb je in ieder geval een mooie spreiding. Het is aangetoond dat je ja, rond de 20, zeg maar, dan neemt je risico nog wel af, maar het gaat minder hard. Hè. Maar de eerste 20, die zijn in ieder geval eigenlijk het belangrijkste voor de spreiding. Adriaan zegt, betaal je die 30% belasting op dividenden? Nou, volgens mij werkt het als volgt, maar Mosin, misschien weet jij dat nog iets beter uit te leggen. Maar volgens mij kun je een formulier invullen waardoor je nog maar 15% bronbelasting betaalt. En met die bronbelasting, dat werkt ook weer als een voorbelasting, net als de loonbelasting een voorheffing is op de inkomstenbelasting, kun je op die manier ook verrekenen de buitenlandse, de Amerikaanse dividendbelasting, dat je die ook kunt verrekenen met de betaalde inkomstenbelasting. Maar misschien kun jij dat in ieder geval nog bevestigen of ontkennen of Nou aanvullen. nee, ik kan het wel bevestigen, maar ja, ik laat het altijd aan de boekhouder over om dat soort dingen te regelen. Ja, precies. Nee, dat is allemaal in ieder Ik geval ook. word dan niet meer wijs uit al die regels. Nee, en dat verandert ook met Het enige verandert ook heel veel, regelmaat. ja. Maar het belangrijkste in ieder geval, we betalen dus aanmerkelijk minder belasting dan in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten is het dividend gewoon belast als zijn inkomen. Bij ons valt het in box 3. En ja, ik ben ook geen fiscalist, dus wil je daar het fijne van weten, inderdaad, volg dan het advies van Moshin. Neem het gewoon op met je accountant, met je boekhouder. Om te kijken wat voor jou het meest interessant is. Maar, het is in ieder geval iets, denk ik, wat zeker de moeite waard is om eventjes uit te gaan zoeken. Frank zegt, dat was een antwoord op de vraag van Kees Meijer. Ah, hartstikke goed. En Paul zegt, 15% is verrekenbaar in Nederland op de aangifte inkomsten. Dus kijk, want van Paul weet ik toevallig dat Paul in ieder geval wel fiscaal beter onderlegd is dan ik. Dus die helpt heel veel mensen om in ieder geval de belastingdruk wat te verlagen in Nijmegen en de wijde omtrek volgens mij ook. Dus, en Tatjana die zegt, welke selectiecriteria gebruiken jullie om bedrijven te selecteren? Ja, er zijn er een tiental. De eerste is bijvoorbeeld de hoogte van de dividend. De tweede is ook de dividendgroei. Maar de belangrijkste eigenlijk is ook gewoon dat we aandelen willen kiezen waarvan we ja, een redelijk grote kans hebben dat ze het dividend kunnen blijven betalen. En dat heeft ook alles te maken met het feit of het bedrijf ook winstgevend is. Een bedrijf wat verlies maakt, ja, dat kan natuurlijk op basis van de cijfers het verleden natuurlijk wel een mooi dividendrendement opleveren. Alleen ja, de kans dat ze dat in de toekomst kunnen blijven betalen is klein. Nou, we kijken naar zaken als bijvoorbeeld liquiditeit. We kijken naar zaken als het bedrijfsmodel. We kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld het management. Hè. Waar investeerders vaak naar kijken is eerst de man en dan het plan. Dus als iemand aan het roer staat die in het verleden er altijd een puinhoop van gemaakt heeft, nou, dan zullen ze in de toekomst er ook wel een puinhoop van maken. Als het iemand is die
ja, over het algemeen in het verleden ja, de zaken netjes heeft gedaan, een betrouwbare persoon is, ja, dan is de kans ook redelijk groot dat die persoon ook naar de toekomst toe wel netjes zal blijven. Want die heeft natuurlijk, over het algemeen, het opbouwen van een reputatie duurt over het algemeen langer dan het afbreken. Hè? Dat afbreken van een reputatie, nou goed, dat kun je binnen een dag kun je dat voor elkaar. Het opbouwen van een reputatie daarentegen duurt wat langer. Hè? Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard, is een bekende uitdrukking ook. Dus als iemand een reputatie heeft opgebouwd als een betrouwbaar persoon, dan zal hij natuurlijk daar ja, meer waarde aan hechten om ook die reputatie hoog te houden. Dus vandaar kijken we daar ook naar. Dus alles ja, vooral gefocust op het uitkeren van een hoog dividend en de waarschijnlijkheid dat het bedrijf ook in staat is om dat hoge dividend uit te kunnen blijven keren. Dus ik zie in ieder geval twee duimpjes op Facebook ook. Dus, maar laat er even weten in de Facebookgroep onder de post of je vragen hebt of alles in ieder geval duidelijk is. Ja, dan weten we ook dat dat in ieder geval ook allemaal werkt op Facebook in ieder geval. Dus leuk ook dat je daar kijkt. Ik zie in ieder geval ook een groot aantal mensen via de Zoom. Link ook ingeschreven, maar we zijn in ieder geval ook op de Facebookgroep actief. Dus kijk eens, daar komt het ontbijt aan. Gracias. Ja, wat dat betreft is het hier allemaal weer super goed geregeld. Dus nou, jij hebt je toetje op van het avondeten en ik begin Ja, hier aan mijn ontbijt, Mosje. En we zien dat toch in een iets andere tijdzone. het lijkt wel dat je in een stukje hiervandaan zit. Ja, hè, een paar. Op een paar minuten fietsen. Dus als je vragen hebt, stel ze gewoon via de chat. We zijn er nu toch. En anders misschien Mosjen, ja, ik weet niet of jij nog wat moois hebt om te delen. Misschien over het meest recente bedrijf Global Net Lease. Hoe mensen daar meer informatie over kunnen vinden. Hoe dat precies werkt met die Google Sheet. Nou, met Google Sheets, hier zien we dan in ieder geval de bedrijven die we opgenomen hebben in onze portfolio. Dat betekent dat wij er zelf dus in geïnvesteerd hebben. En dan is het dus aan de mensen om daar een keuze in te maken of ze dat willen volgen. Nou, je kunt ook sowieso hier klikken voor meer informatie. Maar als je wat meer naar rechts gaat, dan vind je hier een link waar je dan naartoe kunt gaan. Even kijken, hoe moet je. Ik denk Hier op moet ik. beleg bekomen op het gele, de bovenste. Ja, ik Is denk als je dat daar op klikt. dat is de Ja, link? Oké. dat is de link. Nou, dan kom je dus hier uit bij het document wat we gecreëerd hebben. Dus een stukje geschreven door Harm en Jon zit een attachment. En in dat attachment vind je al alle facetten die wij dus beoordeeld hebben. En waar wij de informatie over gevonden hebben. Dividendrendement, dividendgroei, de financiële gezondheid, de beleggingsstrategie, de marktpositie en potentieel. Hè? Dus dat is ook altijd wel handig. Risicoprofiel en de historische prestaties. Maar wat Harm ook net benoemde, beheerteam en track record. Dat is ook heel belangrijk. Wat voor management er aan het roer staat en of men daar vertrouwen in heeft of niet. Liquiditeit, nou, je ziet het, alles wordt onderzocht. En hieronder worden ook nog eens alle bronnen vermeld waar we informatie vandaan hebben gehaald. Dus daar kunnen geen verrassingen in staan, maar dat is allemaal informatie die kun je zo opzoeken. Dus afhankelijk hoe geïnteresseerd je bent om een deep dive te doen in zo'n bedrijf, het kan allemaal. Wij delen in ieder geval alles wat wij gevonden hebben. Leek ons wel belangrijk. Ja, want het kunnen natuurlijk mensen zijn die zeggen, nou weet je wat, ik geloof het wel. Als jullie het hebben onderzocht, dan ga ik daar gewoon op af. En ik bouw op Ja, die manier een hele mooie lijst op met een breed verspreide portefeuille. exact. En er zijn mensen die willen, ik wil de samenvatting en de analyse die we hebben gemaakt bekijken. Maar we hebben inderdaad ook wat Mosje heeft gezegd, we hebben ook alle linkjes waar we alle informatie gevonden hebben er ook onder gezet. Dus daar kun je in ieder geval ook nog verder aan verdiepen. Dus je kunt, als je wilt, per fonds ongeveer een dag spenderen om daar verder in te duiken. Om alle informatie te checken en te kijken van is het wat? Of gewoon zeggen, nou weet je wat, ik geloof het wel. Binnenkort komen we overigens met nog een stukje uitbreiding van onze dienstverlening. Daar ja,
Niet al te veel zeggen, maar wat daar het idee is dat je in ieder geval jouw effectenrekening kunt koppelen aan onze effectenrekening. Dus ieder fonds wat wij opnemen in de portefeuille, dat kan je op die manier dan ook automatisch opnemen in de portefeuille. Dus dan wordt het gewoon automatisch gesynchroniseerd. En dan wordt het, ja, wordt het nog weer een stukje makkelijker gemaakt. Dus dat is vooral voor de VIP-klanten in ieder geval een interessante uitbreiding van hetgene wat wij doen. Dus we proberen continu te kijken of we het nog makkelijker kunnen maken voor mensen. En ja, volgens mij, nou, wat moest je al Misschien zeggen, over worden ze twee wel weken hebben we daarom in ieder zo geval. lui, Harm. Ja, maar ja, goed. Als je op die manier gewoon je tijd en energie in andere dingen gaat steken. Wij doen wat wij leuk vinden. Het kan zijn dat je zegt van, nou, weet je wat, ik vind het helemaal niet leuk om het allemaal te zoeken. Dus ik geloof het allemaal wel als jullie het allemaal doen. Dan kun jij ja, je focus op dingen waar jij dan in ieder geval vrolijk van wordt. Dus, want als iedereen vrolijk wordt in de wereld, ja, dan worden wij er ook een stukje vrolijker van natuurlijk, Martje. Inderdaad, daar is niks tegen in te brengen. Ik zie een vraag van Paul. In hoeverre verschilt jullie aanpak van short dividend die focust op REIT en hoog dividend bedrijven? Dan weet ik niet of short dividend, wat wil dat zeggen, Harm? Ik ken het niet, maar misschien is dat ook een partij Ja, die ook. dat vermoeden heb ik ook. Ja. En nou ja, kijk, ik. Wij weten natuurlijk niet wat hun beleid is en strategie is. Dus kan ik ook heel moeilijk aangeven wat daar eventueel verschillen in zijn in de aanpak. Maar ik denk dat we voldoende duidelijk hebben gemaakt hoe wij onze informatie verzamelen. Welke factoren het zijn waar we op letten. En dat we die allemaal in afweging nemen. En of als de. Als die factoren allemaal overwegend positief zijn of veelbelovend zijn, dan is het voor ons een dividendfonds om mee te nemen. Dus dat is dan, denk ik, al beantwoord. Nemen jullie ook de payout ratio mee en ownership van andere institutionele beleggers? Nou, wij nemen niet andere institutionele beleggers mee, maar. Ja, dat beïnvloedt wel natuurlijk. Kijk, wij zoeken natuurlijk wel informatie en we zien natuurlijk ook wel staan dat andere goeroes, profeten en investeerders iets vinden van die fondsen. En daar vinden we natuurlijk ook informatie over en dat zal ook uiteindelijk wel beïnvloeden hoe de prijs zich ontwikkelt. En dat wordt natuurlijk in zekere zin wel meegewogen, maar niet dat wij nogmaals onszelf. Laten beïnvloeden door andere institutionele beleggers. We proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen, te wegen. Ja, dus wat dat betreft is het ook gewoon niet een exacte wetenschap op dit moment. Hè. Dan, we moeten minimaal zoveel punten scoren op onze wegingen. Dat algoritme hebben we nog niet zo gemaakt. Maar wellicht komt dat allemaal nog. Hè. Wat dat betreft zijn we natuurlijk dit ook allemaal aan het opbouwen. Vooral is het gewoon een kwestie, een belangrijk criterium is, zou ik mijn eigen geld hierin willen investeren? Sterker nog, investeer ik hier mijn eigen geld in. En dat doe ik natuurlijk niet als ik er geen vertrouwen in heb. En wat wij dus onder andere proberen te doen is, ja, over onze schouder mee te laten kijken. Om te kijken welke aandelen wij interessant vinden en waarom we ze interessant vinden. En dan kan het best zijn dat er één tussen zit die misschien, ja, wat soms wat spannender is. En dan zullen er een paar zijn die misschien wat saaier zijn en misschien is het lagere dividend dan we nog hebben. We proberen op die manier een gezonde balans aan te brengen in onze portefeuille tussen een aantal hoog en zeer hoog dividend aandelen en een aantal wat stabielere aandelen daarin. Yes. Even kijken, Kom, waar zeg, vinden we bak u deze bij deze info? info. Ja. Ja. Onderaan de PDF, als je nog helemaal naar beneden scrolt, Moshin. Ja, daar staan de bronnen, heb ik net al benoemd, hè? Hier Ja, staan de dus als je bronnen. daarop. Nou, zijn er wel Als je een paar? daar, ja, daarom de jipt. Wat dat betreft, denk ik, de komende tijd om wat te doen. Als je alle linkjes volgt en gaat kijken Ja. wat daarover te vinden is, dan daar kun je in ieder geval meer informatie vinden. Maar we zijn er in ieder geval heel open over. Geen geheimzinnigheid. En dat vind ik wel belangrijk. Ja, precies. Open kimono is altijd Open kimono. de uitspraak van Moshin. Schrik niet. Hij heeft het alleen over de
de cijfers. Dus, Ja, dat figuurlijke betreft zin. niet precies. Dus hij doet niet letterlijk zijn kumel meer open. Dus, Tatjana zegt: hoe zit het met de houdbaarheid van het dividend van MPW? Nou, goede vraag. Wij denken dat het, ja, dat het goed zit. Wel dat het wat spannender is. Dat is die medische, dat is het voorbeeld wat ik noemde over die investeert in de ziekenhuizen. Nou was er één ziekenhuis bij die niet in staat was om de huren op te hoesten. Dus we zien hier ook een actueel koersrendement, koersrendement van min 20,97%. Dus de koers heeft een dipje gemaakt. Waar wij dus zijn ingestapt op een dividendrendement van 11,24%, zou je nu een dividendrendement kunnen behalen als ze inderdaad gewoon het dividend blijven voortzetten, zoals ze het verleden hebben gedaan, van 14,22%. Ik verwacht zelf in ieder geval dat de ziekenhuizen over het algemeen wel in staat zijn om de huur te blijven ophoesten. Hè? Over het algemeen, dat merk je hier in Mexico ook, artsen, hè, dat is op zich een gezonde business. Hè, al is het alleen maar door het verkopen van allerlei chemicaliën, het doen van allerlei operaties. Dat is over het algemeen een hele goede business case, zeker met de vergrijzing in de westerse wereld, maar ook vanwege het feit dat in de wereld iedereen eigenlijk ongezonder wordt. Hè. Komen we weer even terug bij Coca-Cola en McDonald's. Dus zolang iedereen lekker aan de Coca-Cola blijft, dan zullen dit soort bedrijven daar de vruchten van blijven plukken. Want heel veel Coca-Cola, heel veel high fructose corn syrup, hè, dus een suikergoedje met heel veel fructose zorgt ervoor dat je heel veel visceraal vet ontwikkelt, heel veel vet rondom je organen. Dat is over het algemeen een hele goede strategie om heel veel ziektes op te lopen. Hart- en vaatproblemen, onder andere een vervette lever, helpt ook niet echt om heel gezond te blijven. Kortom, je kunt jezelf een hoop ellende aandoen door goed Coca-Cola te blijven drinken. En dat zorgt ervoor dat dit soort real estate investment trust natuurlijk in staat zal blijven om een mooi dividend uit te kunnen blijven keren, omdat de ziekenhuizen vol liggen met mensen die Coca-Cola drinken. Sjoerd zegt, maar hoe makkelijker jullie het ons maken, hoe dommer we blijven. Wat zit nou, hierachter? Sjoerd heeft een hele gezonde dosis achterdocht richting de regering en de overheden en zo. Dus ik denk dat jij en Sjoerd het goed kunnen vinden met elkaar. Mooi. Ja, ik denk ook, ik probeer jullie niet dommer te maken. Ik probeer jullie in ieder geval mee te nemen in hetgeen wat wij doen. En hopelijk dat jullie daardoor in ieder geval ook betere beslissingen nemen. Hopelijk ook een stukje van kunnen leren. Daardoor in ieder geval ook wat slimmer worden. Dus we proberen het niet dommer te maken, Sjoerd. Maar juist een stukje slimmer. Sjoerd zit trouwens in ons Money Mastermind programma. Maar is alleen nog niet zover dat hij mee gaat doen wekelijks. Maar hij heeft wel zijn tanden gezet in alles wat met opties te maken heeft. Is vanmiddag nog netjes bij mij op kantoor geweest voor verdere uitleg en zo. Kijk. Dus we hebben samen de short strangles en zo ingenomen. Dus ja, Sjoerd is lekker op weg. Dus die gaan we vaker horen, super. Denk ik. Mooi, 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 mooi. Ook opties natuurlijk interessant. Hè? Dus als je een extra inkomen wilt genereren, hoge dividend aandelen zijn interessant. Opties daar in combinatie mee is ook een hele interessante. Hè? Dan kun je op die manier met short strangles, put spreads, call spreads. Ik weet niet, trouwens, zitten we nog steeds op een hitratie van 100% met jouw experiment op dit moment? Yes, niet, ook vandaag is die binnen. Het is nog steeds geloven. 100%. Is, 100% hitratie. Nou, daar gaan we binnenkort in ieder geval meer over vertellen. Hè? Ik denk dat we daar aanstaande vrijdag misschien nog. Of wil je nog even als. Nee, Als ik kan je het als zo. Toetje nog even wat erin gooien. Ik ga hem even zoeken. Maar goed, er staan vier posities op. Alle vier verdiend, binnengefietst. Oftewel, onze Fear and Greed Index had het goed voorspeld welke richting we op zouden gaan. En op basis daarvan neem ik dan een dagpositie in, hè, met dagopties. Dagopties.
En die hebben dan vanaf het moment dat ik ze inneem nog ongeveer 6 uur te leven. Dus ja, binnen die 6 uur wordt het dan beslecht. En tot nu toe 4 posities en alle 4 gescoord. Dus dat is wel In de lekker. pocket. In de Kijk, dus pocket. naast hoge dividend aandelen is wel iets hoger risico natuurlijk met opties. Dat zijn Nou overdag ja, boomproducten. iets hoger is het goede antwoord en goede benaming inderdaad. Want we nemen een spread in, hè. Dat betekent dat je je verlies maximaliseert. Het kan nooit meer dan een bepaald bedrag worden. Klopt, klopt. Dus we zorgen ervoor dat we in ieder geval nooit meer risico kunnen lopen dan 5 punten op de AEX-index. En we krijgen natuurlijk die premie binnen. Dus in die zin, als het fout gaat, dan kan het in ieder geval nooit echt helemaal uit de hand lopen. Dus mooie combinatie. Dus leuk in ieder geval, Short, dat je daar in ieder geval ook heel goed je tanden in hebt gezet. Frank zegt, kijk je ook naar dividendbedrijven die langer dan 10 of 25 jaar uitkeren? Dat zou in theorie het risico kunnen verlagen. Klopt. Dat zijn, in Amerika noemen ze dat de dividendaristocraten. In Europa kennen we eigenlijk heel weinig bedrijven die 25 jaar of langer dividend uitkeren. Amerika is veel meer een dividendland. In Nederland was iedereen eigenlijk 100% ervan overtuigd dat de overheid met de AOW en de pensioenfondsen met hun pensioen, dat die er wel voor zouden zorgen dat je een onbezorgde oude dag zou kunnen hebben. Nou, daar gaan steeds meer mensen natuurlijk over twijfelen. En Sjoerd waarschijnlijk ook, die heeft ook wat minder vertrouwen gekregen in de overheid, snap ik. Dus in die zin is het dan een zaak om het zelf te gaan doen. Nou, dat doen ze in Amerika al langere tijd. In Amerika heb je ook een aantal staten waar je ook een wapenvergunning hebt. Die zeggen ook gewoon van, hey, het feit dat je het recht hebt op vrijheid van meningsuiting, dat kunnen we garanderen door ook de vrijheid te hebben om ook wapens te dragen. Want het grootste gevaar is natuurlijk de overheid zelf. Hè, dus dat is natuurlijk ook een belangrijke. In Amerika hebben ze daar ook wel wat ervaring mee. En wij zijn in Nederland misschien nog iets te goed van vertrouwen. Maar hier in Mexico bijvoorbeeld ook, hadden 100 jaar geleden nog een revolutie. En dus daar in Mexico zijn ze ook niet zo, vertrouwen ze ook niet zo 1, 2, 3 blind op al die mensen die zeggen, ja, wij gaan alle problemen voor jullie oplossen. Dus dat kan zeker inderdaad gewoon, Frank, maar het is niet alleen het feit dat we kijken naar het verleden, het is niet alleen naar 10 of 25 jaar. We kijken vooral ook naar zaken als in welke markt. Hè? Want stel bijvoorbeeld dat jij gaat investeren in het aandeel Telegraaf. Nou, die zit in een sector. Hun businessmodel is natuurlijk gewoon bomen omzagen en daar dan met wat inkt op papieren, zeg maar, de ruimte rond de advertenties proberen op te vullen. Nou, dat is in ieder geval een businessmodel. Ik geloof dat de meeste mensen inmiddels wel weten dat liegen alsof het gedrukt staat, dat dat een uitdrukking is die afkomstig is uit de krantenwereld. En dat de krant eigenlijk alleen maar goed is om de vis in te verpakken of de kattenbak te vullen. Maar dat in ieder geval dat er niet een belangrijke Engelse bron is. Dus de toekomst van de Telegraaf, ja, dat is denk ik, ik weet niet of die over 100 jaar nog steeds bestaan. Dus daar kijken we natuurlijk ook gewoon naar. Hè. In hoeverre is het businessmodel bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld houdbaar? Kees zegt, ik beleg nog niet in dividendaandelen. De dividenduitbetaling wordt die dan automatisch op je bedrijf van de maximumrekening bijgeschreven met duidelijk info van wie het dividend komt. Absoluut, Kees. Dus dat is in ieder geval ook het leuke. Je ziet in ieder geval elke keer als het dividend wordt uitgekeerd, een mooie regel in je portefeuille bij. Bijvoorbeeld dividend van Royal Dutch Shell, dividend van NNN, REIT Incorporated. Dan zie je dus wel dat de koers van het aandeel over het algemeen een stukje daalt. Hè, op het moment dat het ex-dividend gaat. En dat wordt er weer gecompenseerd door het dividend wat wordt uitgekeerd. En vaak zie je dan, als een bedrijf weer winst maakt, dat de koers weer oploopt. En dan wordt op dat moment dan weer 1 keer per jaar, 1 keer per kwartaal of 1 keer per maand, gaat de koers dan weer een stukje naar beneden. Omdat dan de koers en het dividend uit elkaar wordt gehaald. En wordt er een mooie dividendbetaling weer uitgekeerd op jouw rekening. Geert zegt, waar kunnen we de AEX Fear and Greed Index vinden? Die kun je vinden op aex.beleg.com.
Daar vind je ook alle data die wij nu gebruiken om ja, de theorie verder te ontwikkelen. Moshin kijkt om 10 uur 's ochtends naar de stand van de Fear and Greed Index. Nou, we staan nu tussen neutral en greed in. We zijn op 61 punten, dat is nog steeds aan de bovenkant. Dus de markt is nog steeds een klein beetje hebberig. Wel minder dan vrijdag volgens mij. Ja, volgens mij zijn we ietsje gedaald in. We zijn zeker iets gedaald. We komen op 68 af. Vorige week zijn we naar 61 gezakt. Dus. En ja, een daling van de Fear and Greed Index. Zou in ieder geval ook erop kunnen duiden dat de AEX wat zou dalen. Nou, we zien ook 9,64 punten, 1,12% lager dan vrijdag. Dus opnieuw dus weer een goede score van de Fear and Greed Index. Dus die gebruiken wij in ieder geval als soort barometer om in te schatten wat de temperatuur van het badwater is. En Yes. of we dus mogen verwachten of de AEX gaat stijgen ten opzichte van vrijdag. En dan neemt Moshin dus nu een positie in. Die dus loopt tot 4 uur 's middags. Dus dan loopt het van 6 uur. Want als Moshin zegt, heeft nog 6 uur te leven. Zo klinkt het wel heel erg dramatisch. Maar op die manier selecteren we dus opties die dus vrij snel aflopen. En dat levert dus een mooi rendement op. Dan weten we van tevoren hoe lang we in spanning moeten leven, Harm, daarom. Ja, precies. En dan valt op dat moment aan 4 uur de margin weer vrij. Ja. Nou, misschien wel En dan goed om kunnen we nog. Even kort te vertellen. Opties op aandelen die expireren om 17:30. Als we het hebben over de AX in ieder geval. Dan expireren ze om 17:30. En opties op de index die expireren om 4 uur. En dat is wel een essentieel verschilletje. Dus niet dat je verkijkt daarop. Want ja, net in die laatste 1,5 uur kan een hoop gebeuren. Ja, en er zal een hoop gebeuren. En er zal een hoop gebeuren. Er gebeurt ook een hoop, want Er gebeurt een hoop, nou, precies. ik beschuldig er niemand wat van. Maar het lijkt soms wel dat precies na 4 uur de beweging in één keer weer op gang komt. Ja, het heeft ook te maken natuurlijk met de beurzen in de Verenigde Staten opengaan. En wij natuurlijk over het algemeen een Mickey Mouse beurs hebben. Groter geld. Dat gaat natuurlijk om op de Amerikaanse aandelenbeurzen. Dus in die zin, op het moment dat daar richting wordt gekozen, dan gaan wij, volgen wij natuurlijk van het spoor van Amerika. We gaan ook stemmen op om de AEX te herbenoemen. Hè? Tot? ASML-index. Ja, inmiddels is het bijna de ASML-index. Hè? Het is bijna de ASML-index. Het is volgt bijna één op één. Ja, en de ASML is natuurlijk aardig opgelopen. En dat zien we ook weer een klein beetje terug aan de koers van de AEX-index. Waarbij in oktober nog zeg maar op de 719 punten staan. Staan we nu op de 800 en we zijn gesteld op 852. Dus ja, we zijn er toch een beetje bij geplust. En dat heeft natuurlijk deels natuurlijk gewoon ook te maken met het feit dat ASML natuurlijk aardig is opgelopen en een zware beweging heeft in de AEX-index. En dat heeft ook weer alles te maken met het tekort aan chips. Ja, niet die schijfjes aardappel, maar meer die schijfjes die ze in die computers stoppen. En ASML spint daar in ieder geval gaar bij. Dus hier zien we later de standen van de Fear and Greed Index. Ik zal ze En we even wat zijn. groter zetten. Zo, wat Dat we zien hier leesbaarder. in ieder geval een stand van 61, waar we vrijdag nog op 68 stonden. Dat is een flinke duikeling. Ja. Dus Moshin die ging volle bak alle bergen. Short, hè? Ja. Dus Moshin, de Koolspret. beer is los. Ja, dus een koolspret ingenomen. Met als opnieuw een 100% score. Dus dat is in ieder geval niet verkeerd. Gisteren sluiten die automatisch of moet je handmatig doen? Nee, gebeurt helemaal automatisch. Dus hoef je niks voor te doen. Set it and forget it. Er kunnen 2 dingen gebeuren. Of je sluit met winst. Of je sluit met verlies. En dat zie je dan om 4 uur. Dan zie je de slotstand van de AEX. Of in ieder geval de expiratiestand van de AEX. Dus
Je mag ze eerder sluiten als je wil. Maar als je het niet doet, dan zullen ze per definitie om 4 uur gesloten worden. En Frank zegt, is DX Dynex Capital wellicht een idee om na te onderzoeken? Dat is een maandelijkse dividend player. Nou, mooi zien. Nou, weer Ik eentje, zou ik zet hem zeggen, erbij. DX. zet hem maar op de lijst erbij. Precies. Ja. We krijgen een druk. Vannacht Inderdaad, ja. maar een keer een nachtje niet slapen, denk ik, Mosin. Nee, inderdaad. In bed gaan toch de meeste mensen dood. Dus wat dat betreft kun je beter vermijden om lange tijd in bed te liggen, denk ik. Kees zegt, wat je net vertelde, dat als er een dividend wordt uitgekeerd, dat het aandeel zakt, dan is het wachten dat ze die dividenduitkering overgaan. Dan is het aandeel iets goedkoper. Wanneer weet je nu als beginner wanneer de dividend wordt uitgekeerd? Is er een dividendagenda voor de getoonde VIP-dividendaandelen? Nou, veel vragen, is er gewoon van boven naar beneden lopen. De aandelen worden goedkoper, maar ze worden ook iets minder waard. Er is namelijk een dividend uitgekeerd. Dus je kunt je voorstellen, stel dat je een aandeel hebt met een koers van 100 euro. En van de een op de andere dag keren ze dividend uit. En keren ze bijvoorbeeld, zeg eventjes, 10 euro dividend uit. Dan zal de koers van het aandeel ook met datzelfde bedrag, namelijk 10 euro, gaan dalen. Omdat namelijk de koers en het dividendbewijs uit elkaar worden gehaald. Dus je ziet aan de ene kant in je portefeuille dus je 10 euro dividend. En aan de andere kant zie je dus dan nog 90 euro. Dus samen is het nog steeds gewoon 100 euro. Omdat eigenlijk gewoon eigenlijk een stukje van het aandeel wordt afgeknipt. Dat groeit daarna weer aan. Hè? Dat is een soort van octopus. Hè? Je kan wel een van die 8 tentakels eraf knippen, die groeit daarna gewoon weer aan. Nou, bij dat aandeel ook, hè, omdat een aandeel natuurlijk gewoon een aandeel is in een bedrijf. Een bedrijf maakt winst, als het goed is. En dan groeit op dat moment de winst weer aan tot die 100 euro. En dat gebeurt dan bijvoorbeeld in een jaar tijd. En dan keren ze weer dividend uit. Dus zo moet je het ongeveer zien. Er is een agenda. En die kun je onder andere ook vinden op de website van het bedrijf. Echt dividenddata, betrouwbare dividenddata. Ja, dat is lastig, is mijn ervaring. Er zijn maar weinig websites die echt een accuraat overzicht hebben van alle dividenddata. Dat is wel echt een Ja, puzzeltje. dus er zijn wel her en der wat kalenders te vinden. Ik vind het ook lastig. Best kun je misschien nog altijd gewoon in TradingView kijken, hè, want daar wordt het aangegeven doordat er een dateje aan de onderkant verschijnt. En daar zie je natuurlijk wel een bepaalde regelmaat in, hè. Misschien kunnen we dat even laten zien. Even kijken. Huppatee. Dan gaan we naar trading. Oh, moet wel goed intypen. Overigens is mijn ervaring dat bij Trader Workstation, dus bij Maxim, dat die dividenddata over het algemeen ook wel redelijk betrouwbaar is. Kijk, er verschijnt hieronder steeds een D. En dat is dus de ex-dividenddatum. Ja, je kunt erop klikken Ja, je kunt op erop het klikken, D'tje. inderdaad, dan krijg je meer informatie. Ja, dan zie je op de ex-dividenddatum. Dus dat is Ja. de datum waarop het fonds ex-dividend gaat. Dus dan noteer het zonder het dividend. En Exact. dan zit je op het bedrag, 30 cent, 33 Yes. cent. Ik heb zelfs een high dividend portefeuille. AD Fondsen. Dus nou, dan zie je dat hetzelfde werkt. Je ziet dan gewoon de D terugkomen steeds, periodiek. En aan die regelmaat kun je natuurlijk ook wel het een en ander aflezen wanneer er dividend uitgekeerd zal worden. Ja. Nou, een hoop informatie weer, Harm. Een hoop informatie weer. Paul zegt, bij Maxim kan je de vermelding van de ex-dividenddatum instellen en dan verschijnt deze bij het fonds. Kijk, dat is in ieder geval ook Nou, een hele mooie tip. Ja, leren er zit wij ook weer eens zoveel wat. in dat Trader Workstation. Het is de Ferrari onder de brokerplatforms. Ik leer ook nog iedere dag weer nieuwe dingen. Als het gaat om wat er allemaal in Trader Workstation zit. En Frank zegt, in Amerika is bijvoorbeeld dividendchannel.com een goede informatiebron. Zeker met de ex-datum en payout-datum. Top. Ja, daarom, het is wat ik al zei. Er zit een Er enorme zijn. bromvlieg in je headset, Harm. Is dat zo? Och. Ik.
Ging de hele tijd goed, maar nu. Maar goed, we kunnen je nog Nu verstaan. Dus we is zijn er nog toch een bijna anders. doorheen. Dus maak het maar gewoon even Oké. af. Nee, Anders switch ik eventjes, want ik heb hier je bent nog een te microfoon verstaan. staan. Dus. Maar ja, oké. Als het nog anders dan laat even weten, dan plug ik even een andere microfoon in. Dan ben ik alleen even kwijt wat ik wilde Ja, vertellen. ben ik. Oh ja, dat er meerdere bronnen zijn. En ja, de ene is natuurlijk wat betrouwbaar dan nog. Maar in ieder geval, dankjewel voor de tip. Dividendchannel.com. Dat is in ieder geval, wat ik al zei, Trader Workstation is over het algemeen ook een vrij nauwkeurige bron van die informatie. Nou, Dividend geinig. Channel. Dividendchannel.com. Nou, daar kun Hachigide, je dan wist hij gelijk waarschijnlijk al. het symbool ingeven. Ja. Live dividend feed, hè, wat eraan staat te komen. Nou, dat is, zo zie je, er zijn allerlei sites waar heel veel informatie. Ex-dividendkalender. Ja. See full ex-dividendkalender. Frank Nou, zegt moet alleen even kijken. de ticker invoeren en enter. Ja. Enter, enter, je bent er. Ja, je kunt er enter en je bent binnen. Ja. je kunt hierboven naar de ticker, dan krijg je een specifieke fonds. Maar hier heb je een soort agenda met een overzicht waar wanneer uitgekeerd wordt. 11 maart, 11 maart, 11 maart. Nou, een hoop op 11 maart, zoals je ziet. Ja. 12 maart, volgende BUPS. Dit is, nou, je ziet, je kunt daar aardig. Aardig overzichtje vinden van. Maar er zijn natuurlijk weer alleen maar Amerikaanse aandelen. Voor Klopt. Nederland hebben wij bijvoorbeeld www.dividendinfo.nl. Die doen het ook goed. Dus ja, zo zijn er echt heel veel sites. Ja, de informatie is zeker te vinden over het algemeen bij je broker, maar soms in ieder geval ook bij allerlei websites. Dus Piet zegt dank allen en een fijne avond. Dank wel, Piet. Leuk dat je in ieder geval er weer bij Yes. was. En Kees zegt ook, Paul, Frank en Moshin, dank voor jullie info. Graag gedaan, Kees. Zeg ik eventjes, want mijn naam zit er niet bij, maar ik neem ook even aan dat je mij in ieder geval ook mee bedankt. Alain zegt ook, Stock Events app. Is er dan Ja. misschien ook eentje? Om misschien er eventjes erbij te pakken, om te laten zien. Sjoerd zegt, lekker slapen. Ja, ik nog niet hoor. Ik ben net wakker, joh. Ik heb dan de hele dag voor de boeg. Je ziet hier nog. Het is wel een beetje grijs vandaag. Hè? Het is hier winter. Hè? Dus was vrijdag overigens 37 graden hier. Dus dat in de winter. Dus vandaag is het ietsje frisser. Maar de komende week wordt het in ieder geval weer lekker weer. Maar ik ga in ieder geval nog eventjes genieten van het lekker weer. En even, Tatjana zegt dankjewel, fijne avond. Paul zegt ook dank, graag gedaan Paul. Ook leuk dat je er weer bij was. En Henk zegt wat veel leerzaam, mannen bedankt. Frank zegt alle bedankt, het was een leuke sessie. Zeker tot de volgende. En Lieve zegt bedankt tot de volgende. Nou, misschien ook eventjes leuk, want ik zag net ook even weer een Ja, rapportcijfer voorbij komen. Als Piet gaf iedereen ons een toch gaat 10. stoppen, kijk, dankjewel. En Joop zegt goede sessie weer, een 9.0. Hartstikke goed, dus laat ik even weten in de chat. Wat voor rapportcijfer je ons geeft. En als het geen 10 is, wat wij eraan kunnen doen om de volgende keer dan een 10 te verdienen. Want wij willen in ieder geval zorgen dat we ja, toch elke keer weer net ietsje beter worden dan de voorgaande keren. Kani, constant and never ending improvement. Dus we gaan net zo lang door tot we alleen maar 10 krijgen. Nou, ik zie Nou, Hans zegt een 10 plus. Kijk, dat is in ieder geval we ook een hele zijn hard mooie. op weg. Ja, precies. En even Leon zegt ook, tot de volgende keer. Ik ben benieuwd welke nieuwe positie voor hoogdividend erbij komen. Nou, we zijn druk bezig en we hebben in ieder geval weer een paar mooie tips ook weer erbij gekregen. Dus die gaan we ook langs de lat leggen. Ad zegt een 10. Marten zegt geweldig mannen. Dit is weer een 10. Kijk, hartstikke goed. Ruud Kijk, zegt een kijk, kijk, 10. kijk. Petter zegt dank aan jullie en een fijne trainingweek aan iedereen. Een 9,007. Nou, dan ben ik wel benieuwd hoe we dan op die 10, want het lijkt er redelijk accuraat te zijn. Dus die berekening. Danu zegt een thanks, een 10. Ruud zegt zeker een leerzame 10. Harry zegt alweer een 10 min. Mooi, hartstikke goed. En Geert zegt een 10, als ik er de volgende keer weer bij mag zijn. Geert, je bent van harte welkom bij deze uitgenodigd. Josse, bedankt. Heren, een 10 met de griffel. Kijk, super. Jeroen zegt arrivederci. Het was weer een 9,9999. Perfectie maakt lui. Nou, volgens mij bij perfectie, dat laatste puntje, dat vraagt wel gewoon
over het algemeen dat je moet doorgaan waar de meeste mensen stoppen. Dus ik wil zeker niet zeggen dat dat lui maakt in ieder geval. Nou, mosje in ieder geval niet. Volgens mij is mosje niet echt lui te noemen, toch? Mosje in Nee, ieder geval. nee, nee. Nee, Maar doe in ieder geval mijn best om het niet op te laten vallen, laten we het zo zeggen. nee, precies, precies. Mij was in ieder geval niet opgevallen. Kees zegt 10 min. Of 10, 10, 10. Wacht even. En Herbert zegt bedankt weer. Tot de volgende. 10. Michael of Michael. Want het staat een trem op de E. 1 keer een 10 is een 10 plus. Kijk, het zijn ook in ieder geval mooi cijfers. Marie-José zegt bedankt. Fijne avond. Ben benieuwd naar de sessie op 25 maart. Ja, wij gaan in ieder geval ons uiterste best doen. We hebben in ieder geval een hele mooie gastspreker of gastsprekers. Die in ieder geval ook wat moois gaan delen over dividend. Dus daar. Ja, ik ben in ieder geval heel benieuwd. Siglin op Facebook, een 10. Kijk, dankjewel Siglin. Leuk, hartstikke goed. Dus ik ben eventjes benieuwd of er nog meer mensen zijn op Facebook. Dank weer, duidelijke informatie. Fijne dag Harm en fijne avond Moshin. Dankjewel, super. Yes, dankjewel Ik zou allemaal. zeggen, ja, Moshin, super bedankt weer. Ik vond Ja, het weer leuk. jij ook, Harm. Dus, want Leon zegt dat Moshin was er vanmorgen om 8 uur ook al bij. Ja, Moshin die Yes, slaapt yes, nooit yes, meer, hè. yes. Zit de hele dag gewoon, is hij bezig om beleggers te helpen. Dus top. Harry zegt volhouden, dan wordt het een 10 plus plus. Nou, dan gaan we zeker ons uiterste best doen. En Ignaat zegt ook, tip, handig zou een korte opleiding zijn van de beste notulen per sessie. Dit naast de opnames altijd 10 waardige sessie. Mooi. Nou, we zullen even kijken of we daar ook iets mee kunnen, misschien of we ook Yes. notulen kunnen maken. Maar... Moeten we Leon uitnodigen? Ja, Leon is daar over het algemeen heel erg heel goed in. Ja. Misschien is Leon er wel bij, ik weet het eigenlijk niet. Leon is over het algemeen ook heel leergierig. Zou ook zo kunnen zijn dat ze er ook weer bij is. Jo zegt uit de kunst zo. Kijk, hartstikke goed. En Huip zegt ook, ja, ik ben ook weer bij, Harm. De oude heer Huip, beter uit Barendveld, Barendrecht, de Netherlands. Hartstikke goed. Ik zou zeggen, iedereen die er ook bij was in ieder geval, ja, ontzettend bedankt voor de vragen, voor de interactie. Voor de mooie rapportcijfers die we in ieder geval hebben ontvangen. Dus wordt zeer gewaardeerd. Dus ik zou zeggen, maak er in ieder geval een hele mooie week van. Wij zijn er sowieso in ieder geval weer over 2 weken. Maar volgens mij ook aanstaande vrijdag, Mosje. Ik weet niet of jij er dan ook bij bent voor de optiesessie. Want Ja, wordt weer vechten wie er samen met jou mag presenteren, Harm, maar daar komen we wel uit. Ja, daar komen we ongetwijfeld uit. Dus, maar het duo Happy en Happy. Ja. Of Bert en Ernie, ik weet niet hoe ze ons kunnen noemen. Ja, Ik vind wij het dekken in goed. ieder geval volle zalen zo te zien. Hè? Dus Ja, gaat in ieder geval goed. helemaal Dus goed, helemaal goed. ontzettend bedankt. Maak er een mooie dag van. Yes. En wij zijn er sowieso in ieder geval weer vrijdag Vrijdag, ja. om 4 uur. Dus Yes. hopelijk tot dan. Oké, Harm. Fijne Oké. dag Okay. nog. Goedjes. Dankjewel, fijne avond. Goedjes. Hoi hoi.